We're in Joburg. It's hot, hip and happening. Tja, we hadden toch denk ik wel gedacht dat het chiller zou zijn. Gek genoeg. Weinig slaap. Heel weinig slaap. Half drie slapen van de 6 uur wakker geworden. Goed, we hebben nog 5,5 uur voor de vroeg. Zuid-Afrika, Joburg. Ik verwacht dus veel hippere mensen hier dan in Europa. Ik heb al wel een paar hippe vogels gespot. Waar we heen gaan, Mabeneng, dat is echt het hipste der hipste. Dat is een beetje het Shoreditch van Afrika. Mensen hebben een tas gepakt, wij nog niet. Ik moet lachen van Koen, dus ik lach. We hebben 24 uur gereisd. Ja, en dan nog moeten lachen voor de vlogcamera. Wat een hel. Jongens, tot zo meteen. Doei. Het is een half uur later, de tas is er nog steeds niet. We staan nog steeds hier te lachen. En dat is niet leuk. Dat is niet leuk. De grote vraag is dan, komt hij wel, die tas? Ja, dat is de grote vraag. Wat zit er allemaal in je tas? Ja, alleen kleding. Maar ja, het is ook weer niet fijn als ik de hele tijd met deze kleding aan moet hier. Nee, we kopen wel weer een onderbroekje. Ja, er komt bijna niks meer omhoog. Gaat Koen dan 2 weken lang rondreizen in de skinny jeans door Afrika? Ze zeggen dat op band nummer 2 ook bagage wordt getropt. Heb je? Is dit mijn tas? Lekker. Gewoon onderbroeken. Dus dat betekent dat ik gewoon kleding kan dragen. Ja, ook fijn. We are connected. This is my first man in Josie. I want to know some slang. If I want to say bro to you, like hey dude, like hey. If you want to say? My friend. Hey my friend. Yo, what's up? You know, like hey friend. Bro, dude. If Rafik. Like buana. Like bro. It's beautiful. We're just walking through a parking lot and it just feels like home again. Because it's not like Nairobi. This is organized or something. Someone built this, you know, and it's thought through and it works. Yeah. In Nairobi, it doesn't work. Seriously. Why is it not working in Nairobi? I don't know, man. It's another Africa. It's because they didn't follow it through, or it's corruption, or it's less wealthy, yeah? It's less civilized. Yeah. Mabone, big pickers. There are stories of people, it's also that Joburg, that it's a dangerous city. Whoa. And you can't open your window because you'll get mugged. Yeah, sometimes, you know, there is places. There is part of Joburg which is called Hilbro. Okay. Yeah, that is where there is danger most of the times. Well, it can be there, here and there, but most known. Yeah. But so if you avoid that, it's fine. Yeah. Thanks a lot, man. No problem. Thanks a lot. We are at Curiosity Backpackers in Mabeneng. Ja. Gearriveerd. Hier gaan we die gasten ontmoeten. In ieder geval gaan we even inchecken. En dan gaan we kijken wat het allemaal is. We're in Joburg. En veel hippe mensen gezien al, jongen. Mooi, hoor. Street art. Lachen. Ik heb al veel gefilmd vanuit de auto. Kijk, wat zijn het? Krijg je lekker de tiefe shovel.
gedag gezegd. Gewoon een vriendschappelijke vriendenontmoeting. Je moet meteen weer een camera bij kijken. Ja, maar zo hoort het. Het is real life. Het is real life, Nico. Ja, ik heb geen behoefte om real life te zijn in jouw reality. Knip je eruit. Of nee, toch niet? Charles, doe je camera uit. Huh? Doe die vervelende camera uit. Hij staat uit. Of nee, toch niet? We zijn nu in een van de hipste of populairste, beste marketing backpackers van Mabeneng Persengt in Johannesburg. Hier achter een jacuzzi, hier een stelletje hostels. Ik wil geen reclame maken, maar dit is wel ideaal voor rustreizen. Toch gezegd. De mannen staan daar te poelen. Ik was hier veel filmen. Dit is het hostel Mabeneng. We gaan vanavond uit. Ik neem de camera niet mee, omdat ik niet wil dat ik kwijtraak. Dus ik ben aan het aankleden, ik heb een paar pilletjes geschrongen, misschien zie je het. Het is een chille stad. Het is chill. Goed om mijn vrienden weer te zien. Dat is echt fijn.